Elias, welkom bij VVV. Dankjewel. Je hebt inmiddels uh, die eerste dag erop zitten bij de club. Klopt. Hoe was het? Ja, goed. Ik denk het is altijd even wennen aan de nieuwe jongens. Aan de nieuwe omgeving, het stadion, het trainingsveld. Maar uh, ja, ik kijk heel goed terug op de, op de eerste dagen. Waarom wilde je graag deze stap maken en naar VVV komen? Um, ik zat gewoon in een punt op mijn carrière dat ik me verder wou ontwikkelen. En dat ik uh, nooit had aan een nieuwe stap. En uh, toen kwam VVV en ja. Vanaf de eerste gesprekken kreeg ik een heel warm gevoel. En uh, daardoor mijn keuze voor VVV. Kun je dat gevoel eens uitleggen dan? Wat houdt dat in, een warm gevoel? Ja, ik denk een warm gevoel is het gevoel, het familiale gevoel. Het, iedereen is goed met elkaar, heel positieve sfeer. Iedereen kijkt er positief naar. Um, ja, dus die gesprekken brachten gewoon een goed gevoel in mij op. Wat kwam er uit die gesprekken wat VVV in jou ziet? Ze zien gewoon uh, in mij dat ik... Uh, ja, dat ik gewoon veel potentie heb en dat het er allemaal uit gaat moeten komen. Uh, dat ik gewoon een aanvallende speler ben die het team kan helpen in dat opzicht. En uh, dat we elkaar daarin kunnen, kunnen verder helpen. Is dat ook hoe je jezelf zou omschrijven als een echte aanvallende speler? Ik denk uh, ik ben een creatieve speler uh, met goede technische vaardigheden. Ik ben ook snel. Dus uh, ja, in het aanvallend opzicht uh, kan ik zeker een meerwaarde zijn. Je bent uh, afkomstig uit de jeugdopleiding van Genk. Toen heb je in 2021 de stap naar Nederland gemaakt, naar Herakles. Ja. Hoe was dat om die stap naar Nederland te maken toen? Ja, het is een hele, een hele switch. Het, is, uh, het was mijn eerste keer dat ik uh, van huis ging wonen. Uh, alleen ging wonen, samen met mijn vriendin. Dus het is sowieso al even uh, op je negentiende. Maar uh, ja, daar leer je natuurlijk het meeste uit. Uh, je moet nieuwe dingen leren, kunnen leren doen. En uh, dat gaat allemaal vanzelf. Dus uh, dat was heel mooi. Hoe blik je terug op je periode bij Herakles? Ja, niet zoals ik gehoopt had natuurlijk. Ik denk, uh, ja, geen vaste basisplaats kunnen veroveren. Dus dat is, dat is sowieso wel jammer. Dus daarom dat, ik, uh, dat het voor mij duidelijk was dat ik een nieuwe stap nodig had. En ik ben blij dat ik dat, uh, dat, ik dat dan hier, hier in VVV heb gevonden. Ja, want je promoveert met die raakles naar de Eredivisie. Maar je maakt dus bewuste keuze om toch in de KKD te spelen bij VVV. Dat is dan vooral omdat je die basisplaats graag wilt? Ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk minuten gaan maken. Ik denk dat ik daar mezelf ook... Uh, het beste mee help en dat ik daarin gewoon het meeste kan ontwikkelen. Dus uh, ja, dat was eigenlijk mijn keuze. Wat was je eerste reactie toen je hoorde van de interesse van VVV? Ik denk mijn eerste reactie was gewoon een mooie club. Dat kan zeker iets worden, dus uh, daar wil ik met plezier aan luisteren. Dat was mijn eerste reactie. Want je hebt ook al hier gespeeld hè, met Herakles. Ja, hoe klopt. was dat? Ja, het is, het is ook gewoon... Je merkt meteen dat het een goede sfeer is met de supporters, het stadion. Het heeft wel iets. Dus uh, ja, dat speelt ook gewoon mee in je keuze. Als we dan kijken naar dit seizoen, nieuwe club, nieuwe omgeving, wat zijn je verwachtingen? Ja, je gaat er natuurlijk in met de hoogste verwachtingen. Ik kom natuurlijk naar hier om, om het team te helpen, om hier mezelf verder te ontwikkelen en om een meerwaarde te kunnen zijn voor het team. Dus uh, ik hoop zo snel mogelijk de jongens te leren kennen op het veld en dan uh, dat we gewoon prestaties kunnen gaan neerzetten met z'n allen.